Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe aflevering. Deze aflevering gaan we iets anders doen, want we blijven in Coral River Camp zelf. Nou, ik wil eigenlijk laten zien dat je helemaal niet ver het veld in hoeft te gaan om toch veel dingen te zien, veel dingen te beleven en veel dingen te leren. Dus we blijven in de buurt van het kamp en we gaan kijken wat we kunnen vinden. Oké, nou als jullie mij willen volgen dan gaan we beginnen. Veel plezier. Nou, achter me zie je misschien niet, maar hoor je wel. Niet deze vogel. De Egyptische nijlgans. Nou, in Nederland hebben wij ze ook. Ze zijn nogal, nee, je mag het niet zeggen, maar best wel irritante beesten. In Nederland veroorzaken ze ook best wel veel overlast. Maar hier in Botswana, Coral River Camp, nog niet zo. Maar het zijn wel heel succesvolle ganzen natuurlijk. Dus wereldwijd komen ze voor. Nou, hoe komt dat nou? Ze zijn heel makkelijk in het zoeken van broedplaatsen. Dus ze kunnen nesten van andere vogels innemen. Ze kunnen in een boom zelf een nest maken. Dus ze zijn eigenlijk helemaal niet kieskeurig. Nou, dat zorgt ervoor dat ze niet echt gelimiteerd zijn tot bepaalde plekken waar ze kunnen broeden. Daarnaast paren ze ook voor het leven. Het mannetje en het vrouwtje blijven heel lang, heel hun leven bij elkaar. Nou, en ze zorgen samen voor het opvoeden van de jongen. Wat eigenlijk ook niet zo heel vaak voorkomt in vogelsoorten. En die jongen zijn vanaf de geboorte, kunnen ze al zien. En binnen 6 uur verlaten ze het nest al, als de moeder begint te roepen. Nou, als een nest boven het water zit, springen ze een meter of meer naar beneden toe om bij de moeder terecht te komen. Of ze volgen de moeder zelf naar het water en dan volgen ze van dat moment volgen ze de moeder overal waar ze gaat. Nou, en eigenlijk tegenwoordig kun je nergens meer komen zonder dat je de nijlgans zo ergens ziet. We staan ondertussen bij een van de meest harde boomsoorten die we hier in het gebied hebben. Nou, hard bedoel ik ook echt hard. Stel je zou een stuk ledwood hout in het water gooien, dan zou dat hout ook daadwerkelijk zinken, zo hard is het. Het is onderdeel van de Combretum familie. Nou, en ook de rode boswilg en de russet boswilg behoren tot deze familie. Nou, en al deze boomsoorten hebben een harde hout. Daarnaast produceren ze dit soort zaadjes. Nou, wat je kunt doen is je kunt openmaken. Nou, dan kun je het zaadje wat erin zit, kun je eruit halen. Zorg dat het zaadje er goed uit is. Nou, deze vleugeltjes kun je dan in kokend water doen en dan kun je een soort thee zetten. Dus mocht je nou verdwaald zijn in de Afrikaanse wildernis en je hebt onwerkelijk veel zin in thee, nou, dan kun je de ledwoodboom opzoeken. Zorg er wel voor dat je het zaadje eruit haalt, anders wil je nog wel eens misselijk worden. Nou, en dan kun je je eigen thee zetten. Nou, doordat het een van de meest harde houtsoorten is hier, is het zelfs zo erg dat stel de ledwood sterft, gaat dood, dan blijft de boom nog voor 100 jaar rechtop staan. Verschillende vogels maken van dit gebruik om hun nesten in de ledwoodboom te maken, zoals bijvoorbeeld de gieren, omdat ze dan veilig hun jong daar kunnen op laten groeien. Nou, wat je misschien kunt zien is dat de ledwood ook bepaalde stammen heeft waar niks meer groeit. Nou, de ledwood doet dit expres. Nou, wat gebeurt er nou? In deze stammen de ledwood zorgt ervoor dat alle afvalstoffen in deze stammen terechtkomen, zodat deze afvalstoffen de rest van de boom niet beschadigen. Nou, en offert die een kleine gedeelte van de boom offert die op. Nou, een van de boomsoorten die we hier veel langs de rivier vinden. Laten we verder gaan kijken of we nog iets kunnen vinden. Oké, omdat Coral River Camp een open kamp is, betekent dus ook dat alle dieren door het kamp heen kunnen lopen, wat ook heel vaak gebeurt. Nou, ik hoopte eigenlijk om dit te zien.
Dit zijn hyenasporen. Dus we zitten nog steeds tussen de tenten. En een hyena heeft hier gistermorgen, niet afgelopen nacht, maar gistermorgen gelopen. Nou, hoe kun je dat zien? Je kunt zien aan hoe vers de track is. Ook omdat er een beetje insectensporen door de track heen lopen. Het is niet meer zo heel duidelijk. Dus ik zou zeggen gistermorgen. Nou, hoe weet je nou dat het een hyena track is? Als je naar een hyena track kijkt, en ik zal het eventjes tekenen zodat het iets duidelijk is. Heeft eigenlijk twee kussentjes aan de achterkant. Nou, daar gaat zijn track zo. Een leeuw of een luipaard. En je kunt dit ook checken bij de huiskat, mochten jullie een kat thuis hebben. Een huiskat, of alle kattensoorten, hebben drie kussentjes aan de achterkant. Nou, als je hier kijkt, zie je dat het twee kussentjes heeft. 1, 2. Een ander kenmerk waar je ziet dat het een hyena track is, je ziet het, nou niet zo heel duidelijk, maar je ziet dat er hier nagel imprints zijn. Nou, als het een leeuw of een luipaard was geweest, die kunnen hun nagels intrekken. Nou, dan zou je de nagels niet zo goed zien. Bij hyena's, die kunnen dat niet, zie je de nagels best wel goed in hun sporen zitten. Nou, je ziet dat de tracks ook een beetje naar de zijkant gericht staan, een beetje schuin in een hoek. Hoe komt dat? Omdat al het gewicht van de hyena zit natuurlijk aan de voorkant, in zijn schouders en in zijn schedel. Doordat ze op botten moeten kauwen en botten kapot moeten maken, is hun schedel erg overontwikkeld. Zijn de schouders ook erg gespierd en erg breed. Nou, maar als je naar de achterkant van de hyena kijkt, dat is eigenlijk best wel smal. Dat gebruiken ze alleen maar om te lopen. Dus de hyena's lopen een beetje waggelend met de voorpoten naar buiten gericht. Omdat daar al het gewicht is. Omdat het een beetje asymmetrisch lichaam is. Nou, hoe kun je nou het verschil zien tussen een bruine hyena, en een gevlekte hyena? De grootte van het spoor. Dus de spotte hyena's zijn over het algemeen groter. Dus zullen de sporen ook groter zijn. Nou, en ook de vorm is een beetje anders. Van een bruine hyena zullen iets smaller zijn. En de spotted hyena zijn iets wijder. Dus dit is een bruine hyena geweest die door het kamp heeft gelopen. Cool! Oké, we zijn eigenlijk nog steeds in het kamp, zoals je kunt zien. Daar is een van de tenten. En we vinden dit impala karkas. Zoals ik al verteld heb, zijn de mannetjes niet veel aan het vechten vanwege het paasseizoen dat er aankomt. Nou, het lijkt erop dat deze gewond is geraakt tijdens het vechten, want we zien verder geen wonden van dat een luipaard of een hyena hem gepakt heeft. Dus dit betekent dat het vanavond hier druk gaat worden in het kamp. Nou, zoals je kunt zien is het weer helemaal omgeslagen. Waar dat het vanmorgen lekker warm was en de zon scheen, is het nu gaan waaien, is het bewolkt. Dit is ook de reden waarom deze krokodil uit het water is gekomen. Krokodillen zijn koudbloedig en dit betekent dat ze hun omgeving gebruiken om hun eigen lichaamstemperatuur te regelen. Nou, het is nu best wel frisjes, dus de krokodil is uit het water gekomen zodat hij zichzelf kan opwarmen op deze zandbank. En stel hij zou weer willen afkoelen, dan gaat hij of terug het water in, of hij zoekt de schaduw op. Nou, verrassend genoeg is het grootste gedeelte van het dieet van de krokodil bestaat uit meervallen en bazen, dus vissen. En worden antilopes en andere diersoorten eigenlijk helemaal niet zoveel het water ingetrokken. Nou, dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heb een fijne dag en ik hoop jullie snel weer te zien. Tot ziens!